Ja. Zo hè. Ja hé. Rijka lelijk. Hé, je wordt lelijk. Ja, krullenietje. Ja. Nou eentje, mag dat ook? Ja dus. Dus ja, ja, dan kunnen we wel gaan eten. Dus, maar in ieder geval, komt allemaal wel goed. Ja, lieve vrienden, een hele goede middag. En welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Want ja, daar zijn jullie weer bij aanbeland. Het is vandaag woensdag, de 21ste van de 9e, 2022. En we leven om 14:37. Ik had jullie gisteren al een paar keer gezegd dat we vandaag weg moesten. Nee, ik was helemaal in de war. Ja, komt ook omdat Claudia gisteren kwam. Omdat, ja, normaal komt ze op maandag en niet op dinsdag. Ik was helemaal het boekje zoek erdoor. Het moet morgen pas, hè. Nou, ik ben ook niet weg geweest, hoor. Nee, het schoot me in ene te binnen. Ik denk, ja, frek, dus ik moet donderdag en niet vandaag woensdag. Dus ja, helemaal door mijn hoofd. Helemaal, ja, helemaal het boekje zoeken. Maar ja, maakt niet uit, dan gaan we er morgen heen. En ik ga straks weer lekker even met ze lopen, want ik ben wel net beneden. Want het kwam mij ook goed uit dat het woensdag was en niet donderdag. Ja, want ik was niet in orde. Ik had vannacht lopen over te geven tot de met. En dan denk je, ja, ben je ziek dan? Nou, nee, niet echt ziek. Ik kan het niet ziek noemen, nee. Dat hoort daar niet, nee. Ik zit tegen die migraine aan. Het is nou wel weer gezakt, maar kwam die migraine maar er even uit. Dan ben ik er van af. Dan ben ik een paar dagen eventjes goed ziek. En dan, ja, dan is het weer over, weet je. Althans, op de normale hoofdpijn die je normaal gesproken dan wel hebt. Dat is er dan nog wel met die migraine. Nou ja, dat is... Eén keer in het jaar, één keer in de twee jaar, dat ik dat even krijg. Nou ja, boe, lekker belangrijk, weet je. Dan ben je even vier dagen uit de ban, wat dat dan gaat. Althans, dan wil je met rust gelaten worden en dan leg je zo lang mogelijk op je bed in het donker. Dat is goed voor je. En ja, dan moet je wel weer aan die meisjes denken en dan ga je er toch maar weer uit en dan doe je de meisjes even... Maar dan duik je desnoods er weer in. En als het dan s'avonds donker is, ja, dan wil ik nog wel eens een vlog in elkaar gaan zetten. Maar dat het lekker goed is voor je hoofd, nou nee. Maar maakt niet uit. We zijn er weer en ja, we wachten het af tot de bom wel barst. Ja, hé. En we gaan zo lopen, schatje. Ja. Zo hè. Ja hé. Rijka lelijk. Hé, je wordt lelijk. Ja, krullenietje. Dus ja, dat dus allemaal. Maar in ieder geval, ik zal weer even proberen goed te zetten. Op mij een beetje. Zo, maar we gaan gewoon weer door met die banaan en ja, het is raar, vreemd weer, mooi weer, bewolking, blauwe lucht. Heel vreemd zit het in elkaar. Maar het doet er ook allemaal niet toe. Ik ga er lekker doorheen en ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen, maar geniet ook gewoon weer met ons mee. Zo, lieve vrienden, ik heb alweer het een en ander gedaan. En ik heb weer een telefoontje gehad en noem maar op. Ik heb de meisjes natuurlijk ook al lang al uitgelaten. Ik heb al een bak koffie op. En wat ik nu ga doen, omdat ik mijn jas aan heb, dat is boodschappen doen. Ja, want ook dat moet weer eens een keer gebeuren. En vorige week, ja, wat heb ik gehaald? Enkel een beetje, een klein beetje. Maar ja,
Ik had toen niet eens een tas vol. Ja, oké, ik had al een tas vol omdat het grote dingen waren. Waarom was die vol? Maar waren de kleine dingen geweest, was die half vol geweest. Maar ja, je moet ook blijven kunnen eten. En mijn brood is bijna op. En mijn vlees waren al helemaal, want wat heb ik nog? 2 pakjes, geloof ik. Ja. Nou, 1, mag dat ook? Ja, dus. Dus ja, ja, dan kunnen we wel gaan eten. Dus, maar in ieder geval, komt allemaal wel goed. Ja, ik zeg gewoon tegen mezelf, dat kunnen we wel gaan eten, maar het ligt er helemaal aan hoe laat ik weer terug ben. En anders ga ik gewoon broodje eten vanavond en dan maak ik het vanmorgen allemaal klaar. Ja, en dat is het, dat is dat couscous, maar dan komt er wat anders erbij doorheen, ja. Dan ga ik gewoon couscous maken, maar dan komt er gehakt doorheen geruld en dan komt er of rijst of macaroni erdoor. Ja, helemaal even anders. Maar ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet er verder en geniet ook weer gewoon gezellig met ons mee. Zo, lieve vrienden, ik ben net weer binnen van boodschappen doen. Ja, en ik heb een bak koffie voor mijn neus staan. En de boodschappen heb ik hier naast me. Ja, het stond achter me, maar ik draai bij. Heb ik hier al allemaal. Dus ja, helemaal top. Ook heb ik wat anders gehaald. Het zit hierin. Ja. Ik zou op de naaimachine gaan borduren. Maar dat zie ik vanaf. Ja. Dan moet ik echt eerst zo'n tijd doorbrengen om dat met die zigzagsteek mooi te krijgen. Nou, dat krijg je niet zomaar in een middagje gedaan. Dus dat gaan we niet doen. Nee. Dus dat heb ik gehaald. Ik zou het met rood garen doen. Ga je zo'n fietsje stelen? Ik haal hem er even af. Oh ja, dat gaat zo niet. Ha, ha, ha. Even omhoog. Hendel omhoog. En nou moet hij eruit kunnen. Zo, zal ik hem eerst even opdraaien. Ik zou het met deze kleur garen gedaan hebben. Rood. En wat heb ik gehaald? Nou ja, het is iets anders rood. Maar met dit ga ik dus die namen borduren. Ik had ook natuurlijk uiteraard geen borduurnaalden. Nou, heb ik ook gelijk erbij gekocht. Maar ja, ik weet niet eens wat ik hier... Ja, de naalden kosten eventjes 2,40. En de borduurgaren, dat weet ik al niet eens, want dat staat er niet op. Nee. Dus daar ga ik het mee doen. Dan kan dat beter, dat ken ik wel. Maar jullie weten dat ik mooie stof had, paars en glitter, etc. Ga nou eens even fietsen stelen met die natte neusjes zo van jullie. Nou ja, jullie kennen dit merk, dacht ik wel. Van Burda. Ja, en ik vind zelf een heel leuk jurkje, maar ik viel meer voor die mouwen. Ook wel het model, maar toch wordt hij bij mij anders, omdat ik met 2 kleuren stof ga werken. En ik maak er ook een langere rok van. En waarschijnlijk ook komt er een, nou ja, dat iets erin, weet je wel. Maar dat moet ik nog eerst zien. Maar dan wordt het die blauwe. Ja, die wordt het. Maar dan toch anders. Maar ik ben gek op het mouwtje, dat vind ik leuk. En desnoods maak ik hem wel iets langer, maar dat zie ik nog wel. Of 2 keer een roesje, een kleine en een korte. Ja, zoiets. Dus dat komt helemaal goed. Dat wordt, dat wordt dus aan de arbeid, hè. Ja, maar dan moet ik me wel beter voelen dan nu, ja. Dan moet ik even toch. En ja, ook zit ik met meerdere dingen wat in het verschiet legt. Dat zoals Halloween en de kerst er vlak achteraan. Want ja,
Eind november heb je ook weer eerst Adventszondag. Dan moet ik de boel weer klaar hebben qua kerst. Dus ja, komt allemaal goed. Straks ga ik eerst... met boodschappen opruimen. Want ja, er zit nou, ik heb brood, ik denk dat ik heb niet veel brood mee, omdat ook mijn vriezer, die moet binnenkort leeg. Want mijn begeleider gaat me helpen om de vriezer schoon te maken. Dus ja, daar ben ik helemaal blij mee. Ja, geweldig. Maar ik heb wel weer een hoop vleeswaren in huis. En ik heb ook weer curry, want ik had geen currysaus meer voor bij mijn patat. Mijn vlees wasmiddel voor de bonte was is ook bijna weer op. Dus ik denk, nee, zo vast weer een nieuwe mee. Dus die moet naar boven toe. En die zet ik daar wel even neer. Voilà, want dat wil. Ja, dat wil wel. En ik heb een fles ginger ale erbij mee. En uiteraard een flesje bier. Dus ja, komt helemaal weer goed. Nou, en dat gaan we nou even opruimen. En ja, overal ligt wat. Dus moet dat eventjes opgeruimd hebben. Dus ik zou zeggen, geniet verder van jullie dag. Smakelijk eten, bon appetit. Verder van jullie dag, het is bijna avond. Dus, en een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. Ik zeg, tot later.